UNO staat voor Utrecht Noordoost. Daar wonen ook de meeste leden van ons. Wat voor ons als club heel erg belangrijk is, is dat alle kinderen voor ons op één staan. Dus ieder kind, ieder team krijgt even aandacht. En dat zie je hier ook op het terrein. Alle kinderen, alle teams hebben een eigen trainer. En daar is geen enkel verschil. We zijn volledig een club wat gericht is op de breedtesport. Nou, met de verhuizing naar het nieuwe sportpark met twee watervelden maakt het voor ons mogelijk om naast jeugdhockey ook hockey voor iedereen aan te bieden. Dus voor trimhockey en senioren. Maar wat we ook van plan zijn, het nieuwe sportpark staat eigenlijk midden in een aantal wijken. En wij vinden het belangrijk om hockey ook naar de wijken toe te brengen. Dus we hebben deze week een buurtsportcoach aangenomen. Die gaat op de scholen hockeyles geven en daarnaast allerlei clinics verzorgen in de wijken. En samen met de KNB gaan we ook ons extra hard maken om heel veel kinderen in alle wijken rondom het nieuwe park te interesseren voor hockey. En dan hopen we dat ze naar ons te komen. Maar in ieder geval dat we hockey breder gaan neerzetten. Jullie zijn getuigen van de eerste dag dat de SC Muiden Hockeyclub is begonnen met de competitie. Gelukkig spelen we allemaal uit. Want de velden die hier liggen, die worden komende week opgeleverd. En wij zijn gestart met 85 leden. Voornamelijk jeugdleden. En we zitten hier eigenlijk midden tussen twee nieuwbouwwoonwijken in. En daardoor verwachten we de komende 5 jaar als club te groeien naar 700 leden. We willen als club een familieclub zijn met een familiesfeer. Maar wel met een hele goede jeugdopleiding die we dus ook meteen professioneel hebben weggezet. En leuk is eigenlijk te melden is dat dag 1 voor jullie betekent eigenlijk het 100ste jaar van deze club. Want SC Muiden is een omnivereniging waar wij als hockeyclub ons bij aansluiten. En SC Muiden bestaat uit 250 leden, plus de 85 leden van hockey. En daarmee hebben we gewoon een super solide basis om de komende jaren uit te groeien tot een denkwaardig opponent van jullie allemaal. We zijn deze hockeyvereniging eigenlijk gestart omdat onze kinderen graag wilden hockey en er eigenlijk geen plek was. Zo simpel is het. Eiburg zat vol, Watergraafsmeer zat vol, eigenlijk heel Amsterdam zit vol. En zo zijn we eigenlijk met 20 kinderen bij elkaar gekomen en ouders. En zijn we een hockeyclub begonnen. Omdat wij hoorden vanuit de hockeybond zelf en vanuit de gemeente Amsterdam dat ze in Amsterdam-Noord een sportpark willen ombouwen van voetbalvelden naar echt een waterhockeyveld. Dus echt waar een hockeyclub kan komen. En zo zijn we eigenlijk begonnen. We groeien al stiekem. We zijn van 20 kinderen, 22 kinderen, inmiddels al op 35. En dat zijn nu allemaal kinderen vanuit Eiburg, Zeeburg, Oost en Noord. Maar we willen nog veel meer in Noord. Maar dat werkt wel het beste als je er bent. De toekomst van ASC Noorderlicht zien wij onwijs positief in. Zeker als dat veld er straks is. In het voorjaar van 2021 dan zijn wij in Noord met ons eigen ontworpen clubhuis op het prachtige waterhockeyveld. Zodat we ook echt de kinderen uit de buurt kunnen betrekken bij onze vereniging. Want dat is wat we willen. We willen echt een sociale, inclusieve, maatschappelijk betrokken hockeyvereniging zijn. Waar ieder kind, waar dan ook vandaan, zich thuis voelt.